Hey. Hey. Bonjour. Zo. In Nederland is het. Ik heb wel de Nou, ik denk het wel. Nooit. En you? What do you think will fit for him? Je pense c'est quoi le mieux pour moi? L'autre, celle qui... Ou alors il y a celui-là. Hein. Celui-là est beau aussi. Ok, it's ok. Ok, let's go. Just... I look the camera. Yeah, yeah. Yeah, you put your pen on the paper. Yeah. And smile. And then smile. That you are happy. Hello. Hello. My name is Tamara. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Hi, hey. Tamara. Casper. This is you need to sign the contract. Hello. Hello. Hi, colleague. I saw you already. Yeah. Hey. Hey, colleague. Casper. Hi, stop. You can sit down here. Hi, Jeffrey. Yeah. Ze geloofden niet dat jij ook Nederlands kan praten. Ah, dat kan wel. Zie je? Hey, Joost. Hey, dus we gaan het interview in Nederlands doen. Ja, gaan we dat doen? Ja. Zie je? Gaan we het proberen. Nou, zie je, dit is allemaal geen probleem. Oké. Okay. Ja, leuk. Top, mag je weer wijzen. Nou, hij heeft bij een hele grote club in Noorwegen gespeeld, bij Rosenborg. Dus daar heeft hij al het afgelopen seizoen al 30 wedstrijden gespeeld. Dus ja, ik denk dat je wel mag stellen dat het een serieuze concurrent is voor de spelers die we nu hebben. Nederlands? Ja, dat gaan we doen. Nee, ja, dat is goed. Als het niet lukt, kun je altijd. Ja, ja, top. Je kunt het ook goed verstaan. Ik niet praten, maar ik begrijp het wel. Precies. We praten Dutch. Ja, perfect. Je hoort hun niet, hè, Coné? Nee, totaal niet. Echt lastig. Victor, wist om hier te zijn? Ja, top. Ik ben echt super blij om hier te zijn en ja, kan niet wachten om te beginnen. Ja. Waarom FC Utrecht? Ja, het is wel een hele grote club in Nederland. Ik heb vaker tegen Utrecht gespeeld in de jeugd en ja, ik vind het wel een hele mooie club. En nu met de nieuwe speelstijl en deze trainer vind ik het een goede match. Ja, heb je nog gesproken?